Dat de verkiezingen van 25 mei 2020 in aantocht zijn, is gebleken bij de discussies in de Nationale Assemblée over de wijziging van de wet op de staatsschuld. De verschillende fracties hebben in scherpe bewoordingen hun positie ten opzichte van deze wetswijziging duidelijk gemaakt. Daarbij dreigde een discussie uit de hand te lopen toen fractieleider Ronnie Brunswijk van ABOP stelde twijfels te hebben in de geloofwaardigheid van Amsap Abdul, de fractieleider van de NDP, die als de econoom de initiatiefnemer is geweest van deze wet. Zijn geloofwaardigheid heeft hij echter een aantal keren geschonden. Hij zit hier en ik kom. Lid Brunswijk, dus ik wil u niet onderbreken, want ik met veel aandacht luister ik naar. Maar hij gaat u antwoord geven en dan krijgen we, snapt u wat ik bedoel? Ik zeg ook, we moeten ruimte laten voor het debat. Ik zeg ook, we moeten politiek sportief zijn. We leven zeker nu 6 maanden voor de verkiezingen, dus we kunnen wel begrijpen dat er politieke sentimenten, lid Belfort. Ja, ook bedankt aan lid Brunswijk, want volgens mij begrijpt lid Belfort niet waar hij nu mee bezig is. We begrijpen dat. Maar lid Brunswijk, als u bepaalde dingen stelt, moet u wel begrijpen dat uw woorden getoetst zullen worden. En dat u daar ook antwoord op zal krijgen. Amsat Abdul bracht in zijn reactie hierop in herinnering dat dezelfde ABOP-fractie in 2011 heeft meegewerkt aan de eerste wijziging van deze wet. En daarom de reactie van Ronnie Brunswijk niet kon begrijpen. De bijdrage die u net heeft geleverd, waren uw pijlen gericht, voorzitter, op lid Abdul. U mag. Het wordt u in dank afgenomen. Voorzitter, de fractieleider, voorzitter van de ABOP, heeft hier vandaag getoond dat datgene wat mijn president eerder heeft aangehaald, correct is. U heeft geen visie. U heeft geen woord gerept over het probleem en hoe het probleem op te lossen conform de wet. Of volgens wettelijke bepalingen. Hoogstwaarschijnlijk omdat uw partij dat zelf niet weet. U wist het ook niet in 2010. In 2011 wist u niet eens waarvoor u stemde. Staat achter deze regering, voorzitter. Staat achter deze coalitie, voorzitter. En laat dat duidelijk zijn, voorzitter. En mijn partij, voorzitter, mijn fractieleider, mijn vorige fractieleider zou zeggen, Anouan Todo Prasoro partij, na Amoro Biggie partij van Kondreja, voorzitter. Ze moeten dat wel begrijpen. Hierna dreigde de orde van de vergadering uit de hand te lopen en werd de vergadering door waarnemend voorzitter Melvin Bova geschorst. Tijdens deze schorsing toonde Brunswijk zich verhit en vroeg na de schorsing om een persoonlijk feit. Meneer voorzitter, op de eerste plaats mijn verontschuldiging voor het gedrag. Ja, dat is geaccepteerd, lid Brunswijk. Ik was een beetje verhit, weet het. Maar in ieder geval, sorry voor dat. Geaccepteerd. Mijn verontschuldiging. Ik wil geen problemen hebben, maar wanneer we hier in de landsvergaderzaal zitten en ik als fractieleider van de ABO mijn punt naar voren breng. En ik zeg, de totale samenleving heeft gezegd van deze wet, we geloven niet erin. En dan, wat ik hier zeg, is wat in de gemeenschap leeft. Dan wanneer ik het praat, dan kom je maar hier als mensen die geen verstand hebben. Dus ik heb geen verstand. Ik weet niet waarover het gaat, ik heb geen visie. Goed, dan gaan we dat corrigeren. Dus in ieder geval, laten we gewoon, want hij zegt het zelf, 9 jaar vriend. Maar wanneer is aan Kampori? Maar ik wil dat niet. Man of ja? Voorzitter, ik heb hier aangegeven, voorzitter, dat ik de 9 jaren dat ik hier zit, nooit mot heb gehad met lid Brunswijk. Ik heb een heel goede relatie met hem, voorzitter. Maar misschien realiseert lid Brunswijk zich niet, voorzitter, hoe sarcastisch zijn betoog was geschreven. En toen hij bezig was, voorzitter, heb ik daar gezeten en heb ik alles rustig aangehoord. Wel, voorzitter, de wijze, voorzitter, waarop mensen mij benaderen, is dezelfde manier waarop ik u ga benaderen, voorzitter.
En indien hij zich daardoor gekwetst voelt, voorzitter, no sweat, mijn verontschuldigingen daarvoor.